De Olympische Spelen dit jaar in Tokio zijn de groenste, oftewel de milieuvriendelijkste ooit. Dat zegt de organisatie. Ze willen zo goed mogelijk omgaan met afval en zoveel mogelijk hergebruiken. Alle medailles die worden uitgereikt zijn bijvoorbeeld gedeeltelijk gemaakt van oude apparaten, zoals telefoons waar metaal uit is gebruikt. En de podia waar de winnaars op staan, die zijn gemaakt van duizenden plastic flessen. En zelfs de bedden voor de sporters zijn van gerecycled materiaal. Ze zijn gemaakt van oud papier en gebruikt karton. Al die maatregelen zijn niet zo gek, want duurzaamheid is in Japan sowieso erg belangrijk. Niet alleen bij de Spelen, maar ook bij Japanners thuis. Het sorteren van afval nemen veel Japanners erg serieus. Ook de familie Mitsu. Ze houden zich aan regels van de overheid. Bij plastic flessen moeten de etiketten er eerst af en de doppen die gaan in een aparte bak. Het lijkt een hoop gedoe, maar dat vinden zij wel meevallen. Er zijn weinig landen in de wereld waar zo goed wordt gerecycled als in Japan. En dat is opvallend, want er wordt ook enorm veel plastic gebruikt, ziet Sjoerd Den Daas, die voor het jeugdjournaal in Japan is. Arigato. Bye-bye. Ik heb net zelf ook nog even wat besteld. De sushi, er zit nog een elastiekje omheen, het zit in plastic. En hier nog een ijsblokje erbovenop. Ja, de stokjes, dat zijn dan houten stokjes, maar wel in papier. En hier nog een bakje met sushi in plastic. En een handdoekje, ook in plastic. Met al dat plastic staat Japan wereldwijd op de tweede plek van plasticverbruikers. Alleen in de Verenigde Staten verbruiken ze meer per persoon. In Japan we use a lot of plastic packaging, but we make sure to collect probably 95% and treat it properly. En daarmee beginnen ze al vroeg. と学校で使うものになったり、みんなが使うものになったりするのはすごいいいことだと思ってます。